Met parlementariër Patricia Etnel spraken wij over alle commotie die er nu is rond afschaffen van de subsidies. Dat heeft de minister van Financiën eerder deze week kenbaar gemaakt op een persconferentie. Etnel die gaat er daarop in. We weten ook niet of na 2025 die lang beloofde olie en gassen zullen komen. En weet je waarom? Die multinationals zijn niet als 30 jaar geleden. Die mannen willen zien dat je als leider iets kan doen. Die mannen vinden het niet eens opportun dat je zit te wachten op wat zij gaan brengen. Wat ga jij doen? Wat ga jij inleveren? Wat ga jij brengen als te zijn ontwikkeling? En precies dat mis ik. Die productie. Ik heb nog in die 3 jaren heb ik geen enkel plan gezien van de regering Santokki Brunswijk. En het ministerie Esoti, het ministerie Financiën, het ministerie dat verbelast is met de productie, is in handen van VAP samen met ABOB, omdat GBB ook bij hun is, industrieterreinen. Zij bezitten samen de mogelijkheden om dat soort dingen te doen. Ik mis een concreet plan. Hierin gaan wij de productie stoppen. Dit is wat we willen doen om die productie van Suriname tot ontwikkeling te brengen. Geen enkele sector, je hoort landbouw. Maar minister, niks. Ik zie niets. We zouden iets doen met visserij. Zes wat is een document. Ten nooit de minister. Van waar gaan we toe met visserij? Dus je hoort een heleboel, maar niets concreet. Dus als het gaat om beleid, om Suriname naar hogere hoogtes te tillen, heb ik dat niet gezien. Dat mis ik. Het lijkt alsof we draaien om een hete brei om. We praten om de dingen heen. Maar niet concreet over de problemen. U hebt het over praten om de hete brei, maar waar die samenleving soms hun vinger niet op kunnen plaatsen, mevrouw Etnel, als ik het zo mag zeggen, is soms ook de uitlatingen gedaan door de vicepresident. Want we hebben hem geïnterviewd op de woensdagse RVM en daar zie je dat hij kritiek heeft op IMF en welke richting de koers opgaat. Dus wanneer ik dat hoor, dan komt er echt een brede smile op mijn gezicht, want dat denk ik bij Migado. Wat is er dan? Is dat werkelijk meneer? Is het werkelijk de VP? Omdat de uitvoerende macht wordt bepaald door de president, de vicepresident en de raad van ministers. En wanneer de president er niet is, is de vicepresident in charge. Toch? Dus als het gaat om beleid, dan moeten de president en de vicepresident weten wat er gebeurt. Maar het gevoel wat ik krijg is alsof de vicepresident niet weet. Alsof hij ver buiten het alles staat, maar wel geniet van alle privileges. Toch? Hij geniet wel van de rol van de vicepresident. Een coalitie parlementariër die we hebben geïnterviewd zegt de VP moet in feite ophouden met de show die hij geeft. Nou, ik weet niet of het een show is waarvan hij de sympathie krijgt van het volk. Want kijk, hij is de nummer 2. Hij is 1 na belangrijkste man in Suriname. Toch? Na de president is hij de beur, tenminste vader des vaderlands. Dat is hij. Dus wanneer de vicepresident zo praat, dan vraag ik me af hoe er besluitvorming plaatsvindt. Vindt het alleen maar plaats op het kabinet van de president? Dan moet de vicepresident duidelijk zijn, want dan is hij daar gewoon wel voor de show. Dan moet hij dat duidelijk zetten van luister, nou, ik heb helemaal geen bemoeienis. Ik word niet bijgeteld. Ik moet alleen maar komen om stukken te tekenen. Maar ik word niet meegenomen in besluitvorming. Dan moet hij dat duidelijk aangeven. Dan weten wij dat ook. Toch? Want misschien is dat het ook. Maar dan moeten wij dat weten. Want zoals hij het brengt, dan denken we maar, Yusrif kan stop alles aan niet, want jij leidt RVM. Jij kan alles stopzetten, maar
Wat gebeurt er? Hij moet het ons uitleggen, want zo komt het niet goed over. Echt waar. Kijk, ik ben in het parlement, ik ben volksvertegenwoordiger. Ik ben niet gebonden aan de regering. Ik moet voor het volk opkomen en voor het volk vechten. Altijd. De president en de vicepresident, met samen de Raad van Ministers, moeten voor het volk werken. Ze moeten uitvoeren. Ze moeten ervoor zorgen dat er verbetering komt. Dat is hun taak naar het volk toe. En dat verwacht ik. En je merkt dat je dat absoluut mist. En de VP moet zichzelf niet uitsluiten van het geheel. Hij is deel van het geheel. Anders moet hij zijn functie als VP niet hebben. Maar hij is deel. Toch? Hij is deel. Dus we moeten nu geen andere dingen komen spelen alsof we geen deel zijn. Je bent deel en onderdeel, omdat je deel bent van die uitvoerende macht. Zo is dat. Basta.